Hallo, nou in dit filmpje wil ik met jullie wat meer gaan kijken in wat meer detail naar tabel 49. En je weet, tabel 49, dat is de tabel met de zuren en de bazen. Nou is het voor veel leerlingen vaak een beetje lastig om te zien wat is nou eigenlijk precies een zuur en wat is een baas en hoe moet ik dat nou eigenlijk weten? Nou, ik ga met jullie even door die tabel heen lopen, maar uiteindelijk komt het toch op neer dat je veel opgaven moet maken. Want als je opgaves maakt, dan ga je vanzelf de zuren en de bazen herkennen. Zonder het maken van opgaven zal je dat zeker niet lukken. Want als je bijvoorbeeld een eindexamenopgave krijgt, ja, dan moet je vaak toch redelijk snel kunnen herkennen over wat voor soort reactie het gaat. En of je te maken hebt met een zuur of een bazen. Dus jongens, oefenen. En meisjes natuurlijk ook, want dat is heel erg belangrijk. Tabel 49. Nou, je ziet, ik heb hierop geschreven CO2 en H2O en SO2 en H2O. Nou, de combinatie van CO2 en H2O, dat is een zuur. Dus elk drankje waar CO2 in zit, dus denk maar eens aan cola, of 7-Up, of Spa Rood, overal wat belletjes in zitten, daar zit CO2 in. En de combinatie van CO2 en H2O, die combinatie noem ik koolzuur. Want die combinatie, dus CO2 niet alleen hoor, maar het is altijd een combinatie met water, die combinatie die kan een H+ afstaan. Waardoor je dan in zo'n oplossing meer H+'jes krijgt. En waardoor je dus een zure oplossing hebt. Dus Spa Rood is een zure oplossing. Cola is ook een zure oplossing. Alleen dat zuur, dat proef je niet omdat er zoveel suiker in zit. En die suikersmaak die overheerst. Nou, CO2 en H2O. Dat schrijf ik hier even op. CO2 en H2O bij elkaar is dus een zuur. En dat mag je eigenlijk lezen als H2CO3. Dit is koolzuur. Nou, aangezien H2CO3 een niet stabiel zuur is, een instabiel zuur is, valt het altijd heel snel uit elkaar in CO2 en H2O. Dus wij schrijven normaal gesproken altijd CO2 en H2O, maar denk in ons hoofd dat het H2CO3 is. En als je dus dit in water doet, wat gebeurt er dan? Dan krijg je natuurlijk een evenwichtsreactie, want we spreken hier over een zwak zuur. Nou, hoe weet je nou dat dit een zwak zuur is? Dat komt omdat je gewoon moet weten wat de sterke zuren zijn. Er zijn maar een paar sterke zuren en die moet je gewoon uit je hoofd kennen. En elk ander zuur is dan gewoon een zwak zuur. En dezelfde zuur in tabel 49, kijk nog maar eens eventjes, weet je nog? Die boven H3O+ staan. Dit zijn de sterke zuren. Al die andere zuren zijn zwakke zuren. Nou, we krijgen dus een evenwichtsreactie. Dit H2CO3, ik noem het maar even H2CO3, gaat een H+ afstaan aan H2O. Dus er ontstaan H3O+'en. En er ontstaan, wat blijft er over als je H2CO3, als die naar H+ afstaat, dan hou je natuurlijk HCO3 min over. Dit is de evenwichtsvergelijking. En je ziet dus ook waarom, als je dus CO2 in water oplost, waardoor je een zuur oplossing krijgt. En we moeten hier dus eigenlijk schrijven CO2 plus 2H2O natuurlijk. Hè? H2O plus H2O is 2H2O. Dus als ik hem volledig zou opschrijven, dan zou ik hier 2H2O opschrijven. Datzelfde geldt ook voor SO2. Als ik SO2 in water oplos, dan krijg ik ook een zuuroplossing. En dat doe je dan op precies dezelfde manier als wat ik hier opgeschreven heb. Dat zuur, dat noem ik zwavelig. En dat SO2, dat is ook een van de redenen geweest waardoor we in het verleden nog wel eens te maken hebben gehad met zure regen. Fabrieken stoten toen in die tijd nogal veel SO2 uit. Dat kwam in het regenwater terecht en het SO2 in combinatie met H2O geeft dan een zuur oplossing. Wat op dat moment ontzettend slecht was voor het milieu, hele bossen stierven daardoor af. Maar inmiddels heeft men ervoor gezorgd dat die fabrieken dat SO2 niet meer mogen uitstoten. Dat SO2, dat zie je hier staan, SO2 plus H2O, het zwavelzuur staat hier. En dit is dan de geconjugeerde basis. Je ziet, het is een redelijk sterk zwakzuur.
Hè, de zwakke zuren beginnen hier, zeg maar. Maar hoe hoger ze staan, hoe sterker ze zijn eigenlijk. Dus dat SO2 plus H2O is een redelijk sterk zwakzuur. En hier hebben we dan staan CO2 plus H2O, het koolzuur. Oké, nou, dan gaan we door met deze tabel en dan gaan we eens even kijken of ionen, of die ook zuur of basis zijn. Nou, ionen zijn vaak zuur of basis. Vergroot de tabel eventjes. En wat je dan ziet, dan zal je zien dat wat betreft zuren, de zuren, daar heb je positieve ionen die meestal zuur zijn. Kijk maar eens eventjes. Ik heb hier bijvoorbeeld FeH2O63+. Dit is een ion, een metaalion. En dat lijkt me misschien raar dat metaalionen zuur zijn, maar toch is dat zo. Een aantal metaalionen geven in water opgelost een zuuroplossing. En dat ga ik even illustreren aan de hand van dat FeH2O 6 maal. Kijk, je hebt hier een ijzerion. Het ijzerion heeft een lading van 3+. En dat is omringd door 6 watermoleculen. Nou, nu is dat ijzer, omdat het een lading van 3+ heeft, is in staat om door die positieve lading een H+ uit één van die watermoleculen weg te duwen. Wat gebeurt er dan? Dan hou je over ijzer, ion, waarin nog 5 watermoleculen omheen zitten. En dat 6e watermolecuul, dat heeft een H+ afgestaan, waardoor hier OH- ontstaat. En dat OH-, dat minnetje plus die Fe3+, geeft samen 2+. En als ik dat dus zou opschrijven in de reactievergelijking, krijg ik dit dus. Fe, dus omringd door 6 watermoleculen. Dat hele complex, dat geef ik aan, met die vierkante haken, heeft een lading van 3+. Als dit in water komt, dan krijg ik natuurlijk weer een evenwichtsvergelijking. Dat is een zwak zuur. We krijgen Fe. Daar zitten nog 5 watermoleculen mee. Dat 6e watermolecuul heeft een H+ afgestaan, is OH- geworden. Die OH- samen met die Fe3+ wordt uiteindelijk 2+. Plus H2+ natuurlijk. En je ziet, je krijgt een zure oplossing. Dus bepaalde metaalionen geven in water een zure oplossing. Onthoud dat goed. Kijk maar eens, als we de tabel naar beneden gaan, hier, dan vind je het chroomion is ook zuur in water opgelost. Of het aluminiumion in water opgelost is ook zuur. En als je verder naar beneden gaat, dan zal je zien dat er heel veel ionen zijn, positieve ionen, die als zuur kunnen reageren. Er is nog een positief ion, wat als zuur kan reageren. En dat is een heel bekend ion, dat is het NH4+. Kijk, NH4+ ion, dat is een zuur. Dus als je NH4+ ionen in water drinkt, dan gaan die NH4+ ionen, die reageren met watermoleculen. Het is een zwak zuur, dus je krijgt weer een evenwichtreactie natuurlijk. En er ontstaat H3+ plus NH3. En je krijgt weer een zuur oplossing. Dus het NH4+ ion is een zuur. We komen er laatst op terug in een ander filmpje, want dan zal ik jullie laten zien dat als je zouten in water oplost, waar natuurlijk positieve ionen en negatieve ionen zitten, dat als je zo'n zout oplost in water, dat je dus een zure of een basische oplossing kan krijgen. Maar dat zal je zien in dat filmpje. Nou, negatieve ionen, als je dat in de tabel gaat kijken, dat kunnen zowel basen als zuur zijn. Oké. Okay. Daarnaast heb je ook nog organische zuren. En organisch, daar bedoel ik mee, behorende tot de koolstofchemie. Kijk maar eens eventjes, ik heb hier een molecuul uit de koolstofchemie getekend. En wat je hiermee op moet vallen, is dat je hier een karakteristieke groep hebt. Dat noemen we een karakteristieke groep. Is een groep waaraan je een molecuul kan herkennen. Wordt ook wel eens de COOH groep genoemd. Kijk maar eens, C'tje, twee O'tjes en H. C'tje, twee O'tjes en H. Dit is een zure groep. En wat bedoel ik nou dat een zure groep is? Dan bedoel ik mee dat dit H
haartje kan er vanaf. Dus hier, deze kan hier een H+ afsplitsen. Deze haartjes niet. Nee, alleen van deze OH. Maar dan moet je het wel zo'n groep zijn. C-dubbel gebonden O, OH. Niet alleen als je een molecuul hebt, bijvoorbeeld een alkanol, waar een OH in zit. Dan gaat die H+ er niet vanaf. Alleen bij zo'n groep kan hier H+ afgesplitst worden. Vandaar ook dat dit een zuur is. Dit is bijvoorbeeld azijnzuur. Maar mierenzuur heeft het ook. Azijnzuur zie je in bijvoorbeeld de tabel staan. Gaan we even naar beneden lopen. En dan zal je zien, kijk hier zie ik mierenzuur. Dat heeft ook zo'n groep. Ik zie hier zo'n benzeencarbonzuur. Ziet ook zo'n zure groep, is ook een zuur. En azijnzuur, die hebben we iets meer boven staan. Die staat hier, azijnzuur. Ziet ook een C-dubbelgebonden OH groep. Ook dat is dus een zuur. Daarnaast heb je ook nog organische bazen. En je ziet, ik heb hier ook weer zo'n molecuul uit de koolstofchemie getekend. En daar zit een NH2 groep in, een aminogroep. En deze aminogroep die is in staat een H+ naar zich toe te trekken. En als dit een H+ naar zich toe trekt, dan wordt dit natuurlijk NH3 met een plusje. Dat is een base. Dus de aminogroep in zo'n molecuul is een base. Een voorbeeld staat ervan ook in, bij de zuren. Kijk, hier heb ik C6H5NH2. Die staat onder de base. Kijk maar eens even, ga ik naar beneden. C6H5NH2. Aminobenzeen. En zie, dit is een base. En als die dus een H+ naar zich toe trekt, dan ontstaat er dit. Ja, dit is de base en dit is het geconjugeerde zuur. Oké, we hebben dus nu wat naar tabel 49 gekeken in iets meer detail. Er valt natuurlijk heel veel te zeggen over deze tabel, want er staan zo ontzettend veel verschillende stoffen in. Over het algemeen is het zo dat in een opgave eigenlijk altijd over ongeveer dezelfde stoffen gaat. En daar kan je dus alleen achterkomen door die opgave te maken. Nou, ik wens jullie daar heel veel succes mee en ik ga jullie natuurlijk weer zien de volgende keer.